Zeer van harte welkom op The Green Village. The Green Village is de proeftuin voor duurzame innovaties. Wij werken hier aan de uitdagingen van de energietransitie en klimaatadaptaties. Wetenschappers, ondernemers, start-ups, overheden en het algemene publiek, we hebben hier ook echte bewoners, testen en proberen hier nieuwe innovaties uit. Dat doen we hier omdat het zo belangrijk is om iets uit te proberen, om het later ook te kunnen opschalen. Ik kan er uren over vertellen, maar laten we dat niet doen. Het is belangrijker om een kijkje te gaan nemen. Loopt u met me mee? Het weer wordt steeds extremer. De zomers worden warmer en droger. Maar als het regent, dan regent het ook hard. De straten lopen over en dat zorgt voor overlast en schade. Hoe kunnen wij ons in Nederland aanpassen aan dit veranderende klimaat? En hoe houden we dan droge voeten? Hoe wapenen we ons ook tegen die hitte in de stad en de steeds langere periodes van droogte? Op de Waterstraat en op ons Hitteplein vind je verschillende innovaties die oplossingen testen voor wateroverlast, droogte en hittestress. Wist je dat het renoveren van onze bestaande gebouwenvoorraad en het klaarmaken daarvan voor de energietransitie een van de grootste uitdagingen is op de Nederlandse woningmarkt? In deze Dremhuizen testen ondernemers, wetenschappers samen met de bewoners hoe duurzame innovaties daarin een rol kunnen spelen. Een kantoor of toch liever een appartement? Hoe maken wij een flexibele woningvoorraad die afhankelijk van de behoeften gemakkelijk omgebouwd kan worden van een kantoor naar een appartement of misschien wel weer terug andersom? Hoe kunnen we ons in de nabije toekomst zo duurzaam mogelijk verplaatsen? Is dat met een elektrische auto, een waterstofauto of toch wel misschien per Hyperloop? Stel dat we massaal elektrisch gaan rijden. Kan het elektriciteitsnet dat dan wel aan als we tegelijkertijd alles moeten gaan opladen? En hoe veilig is waterstof nou eigenlijk? En kan een auto zelf misschien wel als batterij dienen? Verschillende wetenschappers en ondernemers zijn druk bezig antwoorden te vinden op deze en andere mobiliteits- en energievragen. Hier wordt onderzoek gedaan naar de slimme inrichting en het beheer van het toekomstige energiesysteem. Er komen andere energiedragers, zoals waterstof en warmtenetten. En de vraag naar elektriciteit groeit heel erg sterk. Individuele consumenten spelen in de toekomst een veel belangrijke en ook invloedrijkere rol. Bijvoorbeeld omdat ze zelf energie opwekken en omdat ze een rol kunnen spelen in het slim beheer en het gebruik van energie. Hoe zorgen we ervoor dat het energiesysteem up en running gehouden kan worden als we door duurzame opwek een veel minder voorspelbaar aanbod zullen hebben? Hoe leidt dit toch tot een robuust, betrouwbaar, veilig en betaalbaar energiesysteem? En hoe kunnen we duurzame energie opslaan gezien de fluctuaties in aanbod en vraag? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden. Nou, al deze uitdagingen vind je dus hier op de Green Village. De experimenten die hier worden uitgevoerd door alle partijen, die verzamelen allemaal heel veel data en informatie. Die data en informatie die plaatsen wij allemaal op ons zogenaamde dataplatform. Dat is heel erg slim, want daardoor kunnen er hele mooie nieuwe combinaties gelegd worden tussen de verschillende partijen. En dat niet alleen, maar ook studenten en onderzoekers kunnen zo gebruik maken van alle mooie resultaten die we hier behalen. Voor nu is het tijd om zelf op stap te gaan. Ik wens jullie dan ook heel veel plezier op de mooie tour hier op de Green Village. Dankjewel.